mannen, vandaag vanaf moment 1 een snelle fysieke en intensieve wedstrijd. Wat was de gameplan van vandaag? We hadden wel wat goed te maken na de afgelopen wedstrijden. En, coach had het duidelijk gezegd, we moeten ervoor gaan, hè. We hebben iets goed te maken en we hebben dat laten zien vandaag. Zeker. Tweede jaar in Geleen, hoe bevalt dat tot nu toe? Nou, mijn Nederlands begint beter te worden, maar de andere jongens proberen het Vlaams ook een beetje te leren. Hè. Dus het is een beetje cultuurwisseling? Klein beetje, hè, klein beetje. Vrijdag werden de powerplays niet echt verzilverd. Nu maken jullie de eerste twee goals op de powerplay. Wat was vandaag anders dan op vrijdag? Vrijdag gewoon ongelukkig op de afwerking. Keeper stond ook stevig te kippen en vandaag het zat er gewoon beter in. En ik denk dat de jongens ook wel wat vertrouwen hebben gewonnen nu. Dus dat komt beter. Het gaat alleen maar beter worden. Zeker, cruciale 3 punten vandaag gehaald. Hoe kijken jullie verder naar voor de wedstrijd die op de planning staan? We moeten elke wedstrijd toch voor de winst gaan. Je kunt bijna niet anders. En zo komen we het best mogelijk in de stand om thuisvoordeel te hebben. En daar gaan we gewoon voor. Vandaag een cruciale wedstrijd, een nodige 3 punten. Hoe kijk je terug naar je eigen performance en dat van je team? Ja, ik denk dat we vandaag wel een goede wedstrijd hebben gespeeld. We moesten wat terugdoen van vrijdag. Vrijdag was absoluut niet ons spel. Dus vandaag 3 punten, dus dat is goed. Zeker, nu 2 jaar linemates met Bradley. Hoe gaat jullie samenwerking? Ja, ik denk wel goed. Ik vind hem echt een topgast. Hij leert me heel veel. Dus ik ben heel blij dat ik met hem sta. Kijkend naar de komende wedstrijden die ook wel cruciaal zijn, doe jij samen iets met Brad qua voorbereiding of is het gewoon gameplan zoals het altijd is? Nee, dat is gewoon gameplan. We doen gewoon samen ons ding en het lukt tot nu toe.